People are gonna complain if I blow this thing all the time. But yeah. Ja, dat is eigenlijk veel moeilijker, hè, voor mij. In Engels zou heel veel moeilijk, makkelijker zijn, maar als het op Nederlands gaat. Oké. Okay. Ja, ik ben eigenaar van die achterplaats Bed & Breakfast. Dat is in Zuid-Afrika reeds zo'n 12 jaar mijn bezigheid in Johannesburg. In Melville eigenlijk. En ik heb hier gasten van overal in Zuid-Afrika natuurlijk, maar ook van Europa en de rest van de wereld. Een heel lekker bedrijf. Ik vind een gasthuis zo'n een aangenaam type bedrijf. Want na 12 jaar kan ik echt zeggen dat ik vind dat rond 95% tot 99% van mensen op aarde, die zijn heel, heel leuk. Die zijn eigenlijk makkelijk om mee te spreken, makkelijk om als gasten te hebben. Nu en dan iemand een beetje meer moeilijk natuurlijk, maar voor mij eigenlijk een fantastische bedrijf. En dan was daar de Wereldbeker een jaar geleden ongeveer, eigenlijk juni, juli verleden jaar. Ongelooflijke gebeurtenis voor Zuid-Afrika, dat was voor ons onvoorstelbaar dat zoiets in Zuid-Afrika zou kunnen gebeuren. En een beetje zoals de rugby voetbal wereldbeker van 94, was dit een, of was dat 95, was dat zo een iets dat Zuid-Afrikaners een beetje ging verenigen. Maar ik zal spreken vanuit de hoek van mij als zaakvoerder. Het was eigenlijk heel, heel moeilijke tijd. Sedert 2007, 2008 begon heel moeilijke tijd in ons bedrijf. En dan kwam 5 weken van euforia voor ons, want alles in Johannesburg was volgepakt geweest. We hebben 2 internationale sokkervelden hier. En wij zijn nog niet te ver verwijderd van Pretoria, van Rustenburg, waar daar ook 2 verdere velden waren. Of zijn, waar daar voetbalwedstrijden gespeeld werden. Worden een jaar geleden. En het was, wij zaten allemaal vol. Maar middel juli zijn die allemaal weg. En sindsdien was het weer heel, heel stil en moeilijk in ons bedrijf. Ik doe natuurlijk heel veel om een beetje mijn plaats bekend te stellen. Ik ging rond bij de universiteiten, bij NGO's en zo aan in Johannesburg. En het lijkt nu beter, maar dat is nog niet goed. Was echt werkelijk naar onder gegaan na de Wereldbeker weer, zoals voorheen. Terwijl heel veel mensen, ikzelf, dacht dat het veel beter zou zijn na de Wereldbeker. Nee, zover ongelukkig niet. Ik denk dat er een heel positieve gevoel is over Zuid-Afrika nu. Vooral door de duizenden, tienduizenden mensen die hierin kwamen verleden jaar. Dat is een heel positieve ervaring geweest van deze gebeurtenis. En ik denk dat op lang duur het beslissen een positieve uitwerking zal hebben op ons bedrijf. Maar zover nog niet zo gemakkelijk. En natuurlijk wat ook gebeurt met zo'n grote gebeurtenis. Daar sprong zo'n goede 30 meer bedrijven in ons gastvrijheidsbedrijf hier in onze omgeving sprongen op. En dat maakt het ook moeilijk. Deze mensen zijn allemaal enthousiast dat dingen nu goed zal gaan. En dat is dan op het ogenblik momenteel werkelijk niet zo goed als wij allemaal voorhoopten.